Als je naar de NS-kaart kijkt die de treinen weergeeft, dan zie je meteen dat dit om Nederland gaat. Eigenlijk zie je alleen maar een paar horizontale, verticale en diagonale lijnen. Maar toch zie je hier Nederland in. Dit is dus een geschematiseerde kaart, maar die is heel effectief. De vraag is, hoe maak je zo'n kaart met een computer? Een goed geschematiseerde kaart bevat zo min mogelijk visuele informatie, maar is toch nog goed herkenbaar. Door deze minimale informatie kan je nog steeds wel goed, bijvoorbeeld op de treinkaart van de NS, de stations vinden waar je heen wil of waar je bent op dat moment. Een goede kaart tegenwoordig wordt nog steeds vaak door cartografen handmatig gemaakt. Ik kijk hoe we met de computer deze kaart kunnen berekenen, maar dat is nog niet zo eenvoudig. Een mens is heel goed in het herkennen van een vorm, maar dan moet hij er wel op lijken. Een computer weet niet wanneer een vorm op de andere lijkt en die moet hiervoor een formule gebruiken die hier een of ander cijfer aan toekent over hoe goed de ene vorm op de andere lijkt. Op de middelbare school was ik al veel met computers bezig en ik vond het erg leuk om te kijken hoe de computer nou kon leren om dingen te berekenen, zo'n kleine programmaatje te schrijven. Dus de keuze voor technische informatica in Eindhoven was voor mij snel gemaakt. Maar van tevoren had ik eigenlijk zoiets van, nou, ik zal wel bij een bedrijf terechtkomen waar ik als programmeur ga werken. Maar toen tijdens mijn opleiding kwam ik in aanraking met de academische wereld en dat vond ik erg leuk. De theoretische kant vond ik zo leuk dat ik zelfs besloot om te gaan promoveren. De theoretische kant vind ik erg leuk, maar ik wil wel de praktijk in het oog houden. Bijvoorbeeld met die geschematiseerde kaarten hoop ik toch dat uiteindelijk mijn algoritmes gebruikt kunnen gaan worden, ook in de praktijk, om goede kaarten te genereren. Er zijn binnen de wiskunde en informatica nog veel onbeantwoorde vragen. 7 centrale vragen worden de millenniumproblemen genoemd en hier is er maar één van opgelost tot nu toe. Een van de andere problemen gaat over de complexiteit van algoritmische vraagstukken. Sommige problemen kun je efficiënt oplossen, maar bij andere problemen is het nog niet gelukt om een efficiënte oplossing te vinden. De vraag is, ligt dat nu aan onze huidige kennis of aan onze technieken, of is er daadwerkelijk überhaupt geen efficiënte oplossing mogelijk? Dit is een vraag waar ik en velen met mij dan graag een antwoord op zouden willen hebben. Nou, de uitkomst kan twee kanten opgaan. Als die problemen dus echt geen efficiënte oplossing heeft, dan heeft dat in zekere zin de gevolgen dat we voor sommige problemen het niet hoeven op te geven, maar tot op een bepaald niveau kunnen we maar gaan met efficiëntie. Als het nou aan onze kennis en techniek ligt, dat betekent dus dat sommige problemen heel erg efficiënt opgelost kunnen worden. Nou, als dat echt het geval is, dan zou dat toch vergaande gevolgen kunnen hebben, bijvoorbeeld voor cryptografie, waar sommige beveiligingsmethodes niet meer zouden werken. Aan de andere kant, bijvoorbeeld voor schematisering, zouden sommige kaarten in één keer heel snel kunnen berekenen, dus dat is dan weer leuk. Faces of Science.